Voor Upside Zweert is de week van de waarheid aangebroken met wedstrijden tegen Zwolle en Den Helder. En dan hoef je de captain van de ploeg, Niels Voorhout, niet van te doordringen. Die weet als geen ander dat het er nu op aankomt. Ja, wij moeten deze wedstrijd echt winnen. Willen we nog in de race blijven voor de play-offs. Sowieso is het voor ons belangrijk dat we alle thuiswedstrijden winnen. En dat hebben we niet altijd gedaan in het verleden. Maar vanavond moeten we echt vol er tegenaan gaan om deze wedstrijd goed af te sluiten. Dat is een logische vraag. Is de ploeg daartoe in staat? Ja, zeker weten. We gaan vanavond winnen. Daar weet ik wel eigenlijk 100% zeker. Ik denk als je daar niet zeker van bent voor zo'n wedstrijd, dan kan je ook maar beter niet eraan beginnen. Kortom, Upstairs Weert is vol goede moed. Ondanks de bekeruitschakeling tegen Leeuwarden en de kansloze nederlaag tegen Den Bosch met 101 tegen 70. Zwolle is namelijk een ploeg die maar 4 puntjes hoger staat op de ranglijst, 1 plekje hoger genoteerd. En daar kan Upstairs van winnen. Sterker, daar moet Upstairs van winnen. En dat deed Weert al een keer eerder in de Upstairs Arena, namelijk op 18 oktober. Toen werd het 88-85 tegen Zwolle. En de Limburgers die beginnen sterk. Via deze backdoor van Omni Smit wordt het meteen 2-0. En in het eerste kwart loopt Upstairs uit naar een voorsprong van 15 tegen 8. Het publiek zit helemaal zitten. Het is redelijk gevuld in de Upstairs Arena. Via de paas van Nick Stapleton in de richting van Marcus Jackson. De bal is bijna over de lijn. En dan via Steve Ross in de hoek naar Stapleton die door is gelopen. En die knalt de 3 punten binnen. En zo groeit het verschil dus naar een voorsprong van 7 punten in Limburgs voordeel. Maar coach Herman van der Belt van Zwolle is gepokt en gemazeld. Die raakt niet meteen in paniek. En zijn ploeg plaatst een 9-0 run aan het eind van de eerste kwart. En ze komt zo weer terug in de wedstrijd. Via deze score van Frank Young leidt Zwolle naar het eerste kwart met 19 tegen 17. Voor het Overijssel is dus een belangrijke concurrent in de strijd om de play-off plaatsen voor Weert. Het won zijn laatste wedstrijd tegen Den Helder. Ook al zo'n ploeg waar er dus Weert mee te maken krijgt. Hier de score van Marcus Jackson aan het begin van het tweede kwart op assist van Chris Woods. Jackson vuurt het publiek nog eventjes op. Op dat moment zit Weert in de wedstrijd. Steal van diezelfde Chris Woods. Die gaat er dan met de bal vandoor. Krijgt een vinger in zijn oog. Raakt erbij geblesseerd. Verlaat het veld, maar het spel gaat gewoon door. Alexander de Saar voor Zwolle vindt daar in de hoek Frank Young, die maakt de drive en dan een blok van Marcus Jackson. Fraai blok van de center van Weert en daar de geblesseerde Chris Woods, maar hij zou verder kunnen spelen. Nick Stapleton met het balbezit voor Upstairs Weert, gaat omhoog voor de 3-punter. En zo loopt Weert uit naar 28-23, heeft het weer een klein gaatje. En dus wordt er gesproken bij Landstede Zwolle door coach Herman van der Belt. Maar tegenstander Weert is een ploeg die zonder zelfvertrouwen speelt. Eigenlijk het hele seizoen al. Een ploeg die zoekt, een ploeg die goede dingen afwisselt met slechte dingen. Een ploeg die ook kansen onbenut laat. Want hier kunnen ze zo meteen op de break gaan scoren als Steve Ross in balbezit komt. En wat doet Steve Ross dan? Hij dribbelt naar voren. Ja, en levert hem zo erin bij de tegenstander. En dan zal je altijd zien dat die tegenstander meteen toeslaat. Bal gaat naar buiten, daar komt Frank Young met de 3-punten. Pats! En waar je dus zelf uit kunt lopen, komt de tegenstander terug. En dat is het seizoen van Weert eigenlijk in één actie. Uit rust staan de Limburgers met 6 punten voor. En dat biedt dus alle perspectieven voor de rest van de wedstrijd. Dit zijn beelden uit het derde kwart. Als Niels Voorhout de stelling wordt gebracht. Hij had 5 uit 6 3-punten in de nederlaag tegen Den Bosch. Op een 3-puntspercentage van 47,5%, het hoogste in de Nederlandse competitie. Maar in deze wedstrijd schoot hij slechts 1 van zijn 3-puntspogingen raak. Dan de steal van Hugo Sterks, zijn enige score van de wedstrijd. Opnieuw het verschil op 6 punten, 46-40. En coach van der Belt neemt meteen een time-out om het ritme van Upstairs te stoppen. Dan Robbie Bosteen, dat is de topscorer van Zwolle. Een man van 18,5 punt gemiddeld, pakt zijn eigen aanvalsrebound naar de misser en scoort. En zo wordt het 46-42 en komt Zwolle dus weer terug. En dan verrast Zwolle Weert met een zoneverdediging waar Weert alle mogelijke moeite mee heeft. Kijk, die bal gaat wel rond, maar er is eigenlijk niemand die echt dreigt om te schieten. En dan moet zometeen Hugo Sterk, als het echt niet anders meer kan en de zoomer dreigt, een wanhoopschot loslaten. En zo ging het aanval na aanval. Weert worstelend met de zone van Zwolle. Ja, en had Weert maar een Robbie Bosteen. Hier, de nummer 4 van Zwolle, de kleine Amerikaan. Goede dribbelaar, penetreert, gaat omhoog voor het schot en scoort. Hij had 17 punten in totaal, maar ook nog 6 rebounds en 3 assists. Zwolle voor het eerste voorsprong in de wedstrijd aan het begin van het vierde kwart. Maar nog altijd is er voor Weert geen man overboord als het maar cool blijft. Dat doet Steve Ross in deze situatie. 54-54 voor de man die baalde dat hij niet mocht starten tegen Den Bosch en vandaag ook niet op schot was. 3 uit 12. En als ploeg schoot Weert slechts 33% en dat is veel te weinig.
Robbie Bosteen, daar is hij weer. Gaat omhoog. En tegenover de langere, maar veel tragere Marcus Jackson te staan. En buiten het buitenkantje uit. Weert moet dan gaan scoren. Chris Woods met de drive. Chris Woods, ja, zo kan je nooit een wedstrijd winnen. Hij mist. De man valt ook nog eens 7 turnovers deze wedstrijd. En dan zien deze fans de bui al hangen. Zeker als Frank Young hier gaat scoren en het verschil opnieuw op 6 punten bepaalt. 62-56 voor de Zwollenaren. Dan gaat Olly van Keppen aan de tekentafel voor de slotfase van de wedstrijd. Aanval van Zwolle, Nicky Hulsebos mist en dan is het Nick Stapleton. Stapleton moet gaan scoren op de drive, dat doet hij ook. Nick verschil terug naar 3 punten, 64-61. Het kan dus nog steeds. Maar dan moet die bal er wel in voor een overtime. Coach van Kempen pept zijn man er nog één keer op. 7 seconden te spelen, Weert heeft balbezit. Het gaat naar Nick Stapleton. Stapleton gaat omhoog voor de 3 punter en die valt niet. En zo leidt Weert een hele dure nederlaag. Upsa is weer op papier een geweldige ploeg, maar op een of andere manier komt het er niet uit. Ja, het lijkt alsof er zoveel in zit, maar het komt op de goede dingen doen. Ja? Zwolle die heeft een ploeg, ja, die de goede dingen blijven doen. Ja? Op de juiste momenten, ze gooien de bal niet weg, ze blijven in hun eigen spel. Maar wat wij doen is dat iedereen bij ons op een gegeven moment gaat denken dat ze de wedstrijd kunnen beslissen. Ja? En dat is namelijk heel moeilijk om met elkaar naar een bepaald doel te werken om te winnen. Want het gaat niet om het individuele, het gaat om team. En ik denk dat dat een heel groot probleem is om in dit team om elkaar de bal te spelen. In de eerste helft ging het wel, maar je ziet in de tweede helft dat iedereen gaat denken van ik moet het gaan doen, ik moet het gaan doen. En dat gaat niet gebeuren, dat lukt ook niet. Nee, want basketbal is een teamsport en op dit moment is weer alles behalve een team. Yeah.